Voorhalen. Het uit het Noorden is hier aanwezig voor de opening. Klein applausje alstublieft. Yeah! En Arend natuurlijk. Arend Groosman, de kunstenaar. Yeah! Nou, allereerst geweldig dat jullie hier allemaal aanwezig zijn op de zondagmiddag in dit weer. Ik zal even iets van een kleine uitleg geven over de achtergrond van dit kunstwerk. Wij zijn afgelopen jaar geselecteerd door de VPRO om mee te dingen in het project Droomstad. Het project is opgezet om projecten in het zonnetje te zetten die bijdragen aan een leefbare stad. En wij zijn uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen. Yeah! Hartstikke trots op zijn. Aan die prijs zat ook een geldprijs vast. En dat was €1500 die we vrij konden besteden. We hebben er heel even over getwijfeld of we lekker met z'n allen naar Drievliet zouden gaan. Maar we hebben toch besloten om het op een andere manier in te zetten. En aangezien we hier op het terrein veel artistieke projecten hebben. Zoals de badgascontainer, de Artist in Residence, de braincontainer. Wilden we hier ook een kunstwerk neerzetten. Dat was eigenlijk nog iets wat miste op het terrein. Dus vandaag een lokale kunstenaar, Arend Groosman, gespecialiseerd in modulaire systemen. En werkt graag met hout en metaal. Materialen die passen hier bij deze omgeving. En die ook werken met de elementen zoals wij dat hier ook doen. Dat is de achtergrond. Ik geef zo dadelijk eerst het woord aan de wethouder. Dan zullen we het werk onthullen en dan zal Arend nog iets vertellen over het werk zelf.